Mijn naam is Jeroen Verreken. We zijn fruitteler in Marknesse, gemeente Noordoostpolder. We hebben een fruitbedrijf van bijna 24 hectare. Wij telen op ons bedrijf alleen maar peren. Ik vond altijd, we waren voor op ons erf, waren we aan het, onze spuit aan het vullen. En ik vond het niet echt een ideaal beeld. Ik vond het ook niet fijn. Het enige wat we hebben is mogelijke emissie tijdens het vullen dat je eventueel iets zou lekken. En het andere punt is wanneer we de spuitmachine zouden schoonmaken dat je dan eventueel emissie naar het water zou kunnen krijgen. Wij hebben gekozen voor een overdekte vul- en spoelplaats. Omdat we daar gewoon de voordelen van zagen. Want we wilden daar in ieder geval de spuit en de trekker kunnen stallen. Gedurende de tijd dat we hem niet gebruiken. We wilden daar kunnen vullen. We wilden daar de spuit kunnen schoonmaken. En we wilden geen last hebben van regenwater. Daarom hebben we gekozen voor een overdekte vul- en spoelplaats. En dat is eigenlijk alleen maar mogelijk gemaakt door de subsidie van POP 3, uitgereikt door de provincie Flevoland. Anders hadden we hier ook voor kunnen kiezen. Dus dat hebben we gerealiseerd door één grote ruimte te bouwen waarin ook de spuit kon staan. Waar we een gewasbeschermingshok hebben ingericht, waar we een bemestingshok hebben ingericht voor de bladmeststoffen. In de fruitteelt hebben we eigenlijk nooit geen tankwissels. Wij doen onze herbiciden, spuiten we apart met een andere spuit als onze schimmels of insecticiden. Enige emissie die wij er zouden kunnen hebben met het vullen van de spuit is dus inderdaad tijdens het vullen van de spuit of tijdens het schoonmaken van de spuit. Dus zo heel veel buffercapaciteit van vloeistof hebben wij dan ook niet nodig. Wij doen sinds vorig jaar zijn wij ook ons fruit aan het dompelen. Misschien voor de toekomst is het misschien dan ook een optie om dus die restvloeistof dus volledig af te laten breken. Wij hebben hier de Vitobak staan en we hebben een waterbuffertank hebben staan. En binnen in de loods, daar gaat het eigenlijk om, want daar komt het water komt vanuit de loods, wordt het gepompt in de waterbuffertank. We hebben gekozen voor een waterbuffertank bovengronds, zodat indien er lekkage is, bijna niet mogelijk, want het is een dubbelwandige tank, dan kunnen we direct zien of daar waterlekkage eventueel zou optreden. Tijdens het schoonspuiten eventueel van de spuit verbruiken we dus water. Dat water gaat via een goot, komt in de buffertank. Vanuit de buffertank wordt het geïrrigeerd in de Vitobak. Stel je nou voor dat we toch meer verdampingscapaciteit nodig hebben, dan kunnen we er altijd nog een Vitobak naast zetten. Die kan gewoon in serie op de buffertank geplaatst worden, maar tot dusver hebben wij de tank nog nooit vol gehad, dus ik denk dat we hier qua capaciteit voldoende hebben. Nou, een tip voor een collega indien die zelf ook een overdekte vul- en spoelplaats wil gaan bouwen of een vulplaats. Ja, probeer het gewoon bovenwettelijk te doen. Zoals wij het hebben gedaan is niet de norm, maar ik ben er wel onwijs blij mee dat we het zo hebben gedaan. Want we zijn voor de toekomst zijn we gewoon gewaarborgd van, dat wij op deze manier onze spuit kunnen vullen en de emissie kunnen beperken.